Maar ik heb je tote game is wel zwak vandaag, Finn. Ja, mijn tote game is zwak. Dat moet ik je wel zeggen. Ja. Om deze felbegeerde beker is het aanstaande zaterdag te doen. Vijf Haarlemse teams strijden mee op het tweede Nederlands kampioenschap Crokinol. Crokinol is een Canadees bordspel. Wat overgewaaid is naar onder andere naar Europa. Je hebt eigenlijk drie ringen in het spel en één klein gat in het midden. Nou, als je met de stenen, een soort sjoelstenen speelt en die komt meteen in het gat, dan is dat 20 punten. En alle stenen die aan het einde van het spel in de middelste ring liggen, zijn 15 punten waard. In de middelste ring 10 punten en in de buitenste ring 5 punten. En met de meeste punten die wint. Afgelopen weken trainen de Haarlemse teams wekelijks. Van die vriendschap zal zaterdag weinig te zien zijn. Ze willen allemaal de huidige kampioen verslaan. Ja, wij gaan weer voor die titel. Wij gaan voor die tweede keer onze naam op de beker natuurlijk. Want hij gaat gewoon mee naar huis. Ik kan je vertellen, ik heb het aantal teams heb ik gehoord dat ze op trainingskamp zijn gegaan. Mensen zijn stiekem aan het trainen. Ik zou zeggen, competitie is niemals. Jullie, jouw team, die worden toch gezien als gevaarlijke outsiders voor het komende NK Crokinol. Ik heb met mijn teamgenoot gesproken en we hebben gezegd, als we de poolfase doorkomen, we komen er lekker in, vingers goed opgewarmd, ja, dan moeten we hem van binnen slepen. Wat maakt het nou zo'n interessant spel, Sjoerd? Ja, lastig aan te geven, maar eigenlijk iedereen die ermee in aanraking komt, die is eigenlijk wel hooked. De hele familie heeft het inmiddels al, een bordje op, in de kast staan. Dus ja, met gewoon gezinsavondjes, je pakt het er even bij en je speelt met elkaar. Het kan ganzen worden, maar het is ook Crokinol tegenwoordig. Ja.